Klik onder het tabblad Werknemers op de snelkoppeling Werknemer toevoegen. Het invulscherm wordt getoond. Vul minimaal de gele velden in. Deze zijn allemaal verplicht. Dit zijn voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum, bij het invoeren van de postcode worden straatnaam en woonplaats automatisch gevuld. Vergeet niet om het huisnummer toe te voegen. Ten slotte vult u minimaal één telefoonnummer in. Ga boven in de werknemerskaart naar het tabblad dienstverbanden. Vul minimaal de gele velden in. Deze zijn allemaal verplicht. Dit zijn soort dienstverband, afhankelijk van de keus kan het zijn dat meer velden verplicht worden. Datum in dienst. Bedrijfsnaam en afdeling. Normuren per week. En de uren per week. Klik op de diskette om de gegevens op te slaan. Na het opslaan komt u in het werknemersdossier. Door op de naam van de medewerker te klikken, kunt u terug naar het invulformulier. U kunt nu wijzigingen aanbrengen of gegevens toevoegen. Klik op opslaan en sluiten. Vergeet niet om het totaalformulier nog een keer op te slaan. Bedankt voor het kijken. Kijk op onze website voor meer informatie over Verzuimsignaal. Heb je vragen? Neem contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.